Stop. Nee. Zet het alarm uit. Ja! Ja, er is net, denk ik, ingebroken bij ons. Stress is verkeerd ding. Hij loopt binnen, Lim. Hij loopt letterlijk. Goedemorgen jongens en meiden en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Ik ben hier met Lin. Hallo. Hallo. Welkom weer een keertje in de vlog. Gezellig dat je vandaag weer een keer bij bent. Ja, fijn. Dank je. Echt super gezellig. Nou jongens en meiden, wij zitten hier lekker in de auto en wij gaan onderweg naar een restaurantje waar we even lekker wat gaan eten. En het grappige is dus, dit restaurant is het restaurant waar we gingen eten nadat we elkaar ontmoet hadden. Ja. We waren over de rest nog nooit geweest. Dat zit nog in de vlog, denk ik. Ja, ik denk het ook. Ik denk het wel. Wat? Hebben jullie nog een goede toevoeging voor de vlog vandaag? Nee. Heb je? Jij nog, Lin? Nee. Jij nog? Jezus, jongens, wat een dode sfeer hier zo. Niet normaal. Maar we gaan daar dus nu naar onderweg, want daar hebben we toen ook best wel lekker gegeten. Dus we beginnen daar onze dag. Gisteren is Lin natuurlijk jarig geweest, jongens en meiden. En ze heeft echt, ik denk dat ik wel gezegd dat een hele leuke verjaardag gehad heb. Hele leuke dag. Ja, echt. Ik wil niet voor jou praten, maar... Nee, heel leuk. Ik had niet anders gewild. Ja, toch? Ja. Nou, gelukkig. En vandaag is het natuurlijk dus zaterdag. En maandagochtend vertrekken wij, jongens en meiden, naar Hawaii toe. Morgen inpakken. Ja, of misschien vanavond al een stukje. Nee, trouwens. Zo, mijn stem verdwijnt. Nou, misschien wel. Misschien moeten we even een beetje voorbereiden. Een beetje voorbereiden op het inpakken, ja. Bepaalde dingen alvast. Lijkt me ook een keer handig. Ja, ik ben in ieder geval wel al de was aan het doen. Dus... Lekker. Wij zijn op de plek aangekomen, jongens. Wij zijn trouwens helemaal donker gekleed allebei. Omdat wij, en ik ga het ook eerlijk vertellen, het is op dit moment eigenlijk al 2:30 middag. Want vanochtend hebben wij, en vanmiddag hebben wij dus een crematie gehad. Dat heb ik uiteraard allemaal niet gefilmd en gevlogd. Maar het was even een hele andere ochtend dus dan normaal. Er is iemand die dicht bij onze familie stond overleden. En voor de rest ga ik daar verder niet op in natuurlijk. Maar vandaar dat wij ook zo helemaal... zwart gekleed zijn. Ja. Ja, tenminste, bijna helemaal zwart. Maar apart. Ik heb nog nooit echt vaak een crematie überhaupt meegemaakt in mijn leven. Volgens mij was dit de tweede of derde keer. En het zet je wel weer even aan het denken ook. Ja, dat zeker. Je alles in het leven heel erg moet waarderen. En dat je eigenlijk gewoon... Blij moet zijn met iedere dag. Ja, dat is wel echt zo. Zo zat ik daar net ook echt over na te denken. Ja. Toen dat gebeurde. Maar dat wilde ik even vertellen. Dus vandaar. Voor de rest ga ik er dus niet op in. En we zijn hier. En kijk eens aan. Dit brengt me dus echt flashbacks. Want toen parkeerden we daar. Volgens mij. Het is jij nog iets van die muziek te luisteren, dacht ik. Dat was ik niet eens. Dus. Dat was Jules. Oh, is dat Jules van die muziek te luisteren? Ja. Mijn medereizigers hebben een liedje op staan. Oh. Hey! Woo! Jezus, wat een kut, Harry. Oh, ik sta een beetje schuin geparkeerd. Oh, wow. Holy shit. Maar we gaan dus hier ook... Holy shit. Schat, je ging bijna erin, hè? Oh, je ging bijna erin. Nou, we gaan hier dus ook in de buurt even lekker dus wat eten. Maar het voelt altijd een beetje gek om op zo'n dag dan nu te vloggen. Maar het leven gaat natuurlijk gewoon door. En het is een aparte ochtend even geweest. Ik zie hier carpaccio staan, maar ook quesadillas. Oh, ja, keuzes gemaakt. Quesadillas. Ja, een keer geen carpaccio gewoon. Ik heb altijd carpaccio, zoals jullie weten natuurlijk. Maar zie ook kaasstengels staan. Nou, lekker. Dit gaat goed eten worden, schat. Lekker. Dit is mijn gerecht geworden, jongens. De quesadillas. En ja, jij bent lekker gezond aan het doen. Ja. Hé, hey, lekker. Ja, dan moeten we naar die frikandellen van gisteren, hè? Op je verjaardag. We hebben gisteren weinig gegeten. Gisteren alleen maar taart, bier en frikandellen gegeten. Dat is wel echt slecht. Nee, jij niet? Nee. Nee. Ja, wel. Jij hebt wel frikandellen op trouwens. Ja, frikandel. Geen bier. Nee, oké. Okay. Twee hapjes. Ja. Get verderrie. Een dikke flats hier zo gewoon. Link, kon je er niet inhouden? Nee, sorry. Moet je ook... Ik denk, ik ga even op je vooruit zitten. Dan moet je ook op mijn vooruit schijten, ja, sorry. Link. Jij deed nog gisteren ook op mijn auto. Dus schijt dan gewoon in mijn gezicht. Kijk, nee, okay, sorry. Dat haal ik wel even uit de vlog anders. Maar het kan zijn dat ik het vergeet uit de vlog te knippen. Zou je dat erg vinden? Wat? Nou moet ik even doen alsof het echt... Oké, okay, ja. Nou jongens, we zitten waar in de auto. Waar gaan we heen? Ja, ik wil even jou wat laten zien.
vind ik even leuk, want het is dus ook hier in de buurt. Maar we zitten in de auto namelijk weer. En ik ga dus nu langs een huis rijden die ik bijna gekocht had. Want we wonen nu samen natuurlijk, maar anders had je daar gewoond. In Roon? Ja. Echt? Ja, dan had je daar gewoond samen met mij. We rijden in de wijk. Oké, je eerste reactie van de wijk hier. Ik denk dat ik nu al weet welke het is. Ja? Ja. Hoezo weet je dat dan? Omdat ik het denk te weten aan de stijl van je ziet huis. Één groot wit huis zeker waarschijnlijk. Ja. Wat vind je van de straat? De straat is wel mooi. Kijk, dit had hem dan geweest. Het is gewoon breder dan waar je nu woont. Dit had hem geweest. Grappig, hè? En waarom ben je hier niet voor gegaan uiteindelijk? Omdat... Het is wel een mooie... Ik niet helemaal serieus genomen werd. Qua, ze zeiden van, maar kan je dat wel betalen dan? Echt? Ja, dat werd gezegd. Niet. Ja. En omdat aan de achterkant grenst echt gelijk een park. Waar toen ik ging bezichtigen, zelfs al allemaal kinderen stonden te zwaaien naar me. Ja, dus die hadden gewoon recht de woonkamer ingekeken. En als ik nu het vergelijk met de plek waar ik ook nu zit, dan is het zoveel beter. Dus het was meant to be. En dat zeg ik wel altijd, als het je niet lukt met een huis zoeken, dan is het gewoon niet voor jou weggelegd. Nou ja, ten eerste vind ik het echt raar dat ze je niet serieus nemen. Nee hoor. Ik vul trouwens even die auto hier. Kijk eens. Wow. Dikke oeroes! Wij zijn ondertussen alweer in het mooie Krimpen aangekomen. We rijden alweer in het dorp. En Lynn heeft allemaal dingetjes gehaald. Laat ze even zien. Voor de vakantie, jongens. Hey. Pleisters. Pleisters. Blarenpleisters. Helemaal goed. Jodium. Waarom? Je weet het nooit. En je bent ver weg. Waar heb je jodium voor nodig? Hè? Als je iets hebt wat je moet ontsmetten. Een wondje of iets. Oké. Okay. Weet ik veel. Ja. Dat heb je gewoon altijd nodig. Zonnebrand. Creme. Yes. Lekker. En? Een puntenslijper. Oh. En waarom een puntenslijper? Ja, voor mijn lippotloodjes. Oh. En het belangrijkste. Ja! Ja, dat is wel het belangrijkste. Ja. Nou, en kijk eens, de slingertjes hangen er nog. Maar die gaan we... Oh! Oh, yeah. Oh, Poekie. Ja, Poekie schoot even helemaal op de camera heen. Ja, schat, je bent niet meer jarig. Ja, het is wel feestelijk. Ja, okay, maar die mag die wel blijven dan? Nee, natuurlijk niet. Die kan je ook niet meer hergebruiken volgend jaar. De twee wel. Ja, maar ik denk niet dat het erop geblazen is. Ja, de vlaggetjes kunnen we trouwens wel bewaren voor de aankomende verjaardag of iets. Een van de redenen waarom ik voor het groen ben gegaan gisteren bij de taart. Hé, jij draagt gewoon heel veel groen. Ja, dat is echt mijn lievelingskleur. Ga je dit allemaal aanwaaien aan doen? Ja, ik denk het wel. Ja, dat ziet er goed uit. En het is dus een broek, hè? Een broek? Dus een broek. Oh, maar het is dan helemaal open inderdaad. Ja. Oeh, nice. Nice, hè? Zo, dan kan je dit straks lekker dragen in de zon, helemaal lekker warm. Ja. Oh, heerlijk. Hopelijk worden we nog een beetje bruin. Ja, maar eerst even 25 uur in het vliegtuig. Och, aangezien gisteren natuurlijk de verjaardag was van Lynn, heeft ze allemaal mooie cadeautjes gekregen. En dit is één cadeau wat je van je ouders hebt gekregen. Wauw, superleuk. Haar ouders hebben dus thuis ook zo'n map hangen. En daar hebben ze dus met prikketjes allemaal dingen erin geprikt. Waar ze geweest zijn. En dat gaan wij nu ook doen. Ja. Nou, nu hebben wij natuurlijk al best wel wat reisjes samen gemaakt. We gaan alleen de reisjes doen die we samen hebben. Ja, dat sowieso. Ja. Tuurlijk, niet daarvoor allemaal. Echt gewoon dat we precies kunnen zien waar wij samen allemaal geweest zijn. Dat is het leukste, denk ik. Kijk, dus deze halen we eraf. Oh, wel gaaf dit hoor. Het is ook echt een hele gedetailleerde map. Ja, je ziet echt alle kleine plaatsen. Er staan heel veel plaatsnamen in. Kijk, ik denk dat jullie het bijna niet kunnen lezen. Ik probeer hem zo stil mogelijk te houden, maar... Ja, even kijken hoor. Zo, wat zien we? Antwerpen. Je ziet zelfs Rotterdam. Ja, ze hebben gewoon Rotterdam wel erop staan. Maar, we hebben dus ook de prikketjes volgens mij erbij gekregen. Ja. Linde Vader maakte nog de grap. Ja, we hebben maar gelijk 100 prikketjes extra gegeven, want jullie gaan zo vaak op reis. Dat is wel een klein beetje waar natuurlijk. Maar even kijken. Deze moet ook nog af en dan hebben we hem helemaal los, denk ik. Ons allereerste reis, Lynn. Weet je nog wat het was? Ja. Wat tellen dan? We Frankrijk mee? Ja, dat vind ik moeilijk. Tellen we... Nee, dan zijn we niet echt samen geweest, toch? Eigenlijk. Maar dat is wel de ontmoetingsplek. Ja, oké, laten we dat dan wel doen. De ontmoetingsplek. Eigenlijk hebben we daar een speciaal pinnetje voor nodig. Ja, misschien wel. Zo'n start. Wacht. Ik weet een leuk idee. We hebben hier een marker. En nu? En daarmee... Ik denk het is leuk als je gewoon op die rode een stip zet. Gewoon van dat is de start. Stip. Ja. Of een hartje. Dat kan ook. Hartje kan ook. Als dat lukt. En ja, waar we dat precies in Frankrijk moeten doen. Dat was ergens voorbij Parijs, jongens. Nou, die plek staat er natuurlijk niet op. Het was Center Parks. Ja, daar staat een hartje. Kijk. Heb je het gelukt? Hartje. Oh, leuk. Nou, dan mag jij hem erin prikken. Ja, maar waar was het?
Ja, ergens onder Parijs moet je hem doen. Zo, dat gaat wel moeilijk worden trouwens straks als we dan echt op andere plekken nog stoppen. Oh, hier, bij dit dorpje hebben we toen gegeten, toch? Wat? Orléans of zo. Is dat zo? Daar hebben we toch gegeten toen? Geen idee. Orléans. Ja, iets meer naar links. Ja. Prik, prik, prik. Ja. Dit komt te ver. Oh, dat is wel heel verder in. Oké. Okay. Mooi. Oké. Okay. Dit is de start. Hier zijn we gewoon begonnen. Hier begon het. En toen? En toen? Parijs. Wat voor kleur gaan we dan? Of hadden we eerst Marokko? Ik weet het. Marokko? Was Marokko eerder dan Parijs? Ja. Oh, dat kan wel, ja. Volgens mij wel. Weet je waar Marokko ligt? Ja, hier. Ik dacht, ik zag jou hier naartoe gaan. Ik dacht, waar ga jij heen? Ik zat zo te liggen. Dat is Rusland. Nee. Marrakesh. Het gaat hier. Ja. Ik snap waar Marrakesh ligt. Oh. Wat dan? Maar we zaten niet in Marrakesh. Ja, tuurlijk wel. Ja, we zaten omheen. Niet ja, maar dat, het was Marrakesh. Dus je moet het gewoon in Marrakesh doen. In Marrakesh ja. Dan? Oké. Hoppa. Oh, weet je wat ook leuk had geweest? Nee. Als je daar een eentje op had gezet. En twee op de tweede reis, en drie op de derde reis, en vier op... Dat kunnen we ook doen. Nu kunnen we het nog bijhouden, nu is het nog... Ja. Zullen we doen? Ja. Okay, nummer drie is dus Parijs. Want daar zijn we natuurlijk ook geweest. We zijn... Of wacht even, wat? Nummer twee, Polen. Oh ja, Polen. Polen. En het mooiste is, we moeten er wel even kijken, want we zijn op twee plekken. We zijn in Auschwitz geweest en in Gdansk, in het noorden van Polen. Want het ligt bij het water. Kijk. Maar Auschwitz ligt ergens... Ja, waar ligt... Hier, Wroclaw, daar in de buurt. Nou, dit zijn onze vlaggetjes tot nu toe, kijk eens. Wel allemaal op één plek. Ja. Oké, dan hebben we nog... Ja, nog een keer Polen. Wow, oké, deze zit er bijna op elkaar geprikt. Want de rode was dus de plek waar we elkaar ontmoet hebben, onder Parijs. En die groene is dus Parijs. Ja, je ziet het zit echt op elkaar. Het scheelt ook niet veel. Gaan we voor Gdansk en aparte doen? Gdansk, ja. Dat is Noord-Polen. Daar zijn we ook nog naar het waterpark toen geweest. Zo grappig, want jullie hebben het natuurlijk ook al met de vlog kunnen zien. Staat hij erop? Ja, Gdansk. Staat Gdansk? Ja, dat is een grote stad in Doorn, dus die moet er ook gaan opstaan inderdaad. Hoppa, nou, tot nu toe alles nog een beetje in dit gedeelte van de wereld, ja. En nu gaan we naar Miami. Ja? Oh, we gaan de zee over. Nee, jongens, nog geen Miami. Ook nog Spanje zijn we met de auto naartoe geweest. En het mooiste is, waar was het? Bij Alicante? Ja, doe maar gewoon daar ergens. Bij Murcia, die staat er ook op. Die staat erop zo. Het is echt een gedetailleerde kaart, dus dat is wel mooi. Besef hoeveel je van de wereld dan eigenlijk nog hebt gewoon, hè? Dit is echt leuk. Maar dit is echt leuk. Ja, dit is wel... We hebben wel Europa, zeg maar, veroverd zo. Als je het zo een beetje ziet. Ja, lijkt net zo'n spel. Ja, klopt. Hoe heet het ook weer? Risk? Of... Het stratego? Ik weet het niet. Ik speelde altijd zeeslag. Speelde je ooit zeeslag? Ja, ook wel eens. Ja. Leuk, hè? Ja. Gio zet prikkertjes buiten Europa. Ja, de eerste, en dat is Miami, die is hier. Voor... Hoppa. Maar eigenlijk is het natuurlijk een rondvaart geweest. Dus we hebben ook alle eilanden hier gehad. Maar die gaan we ook doen, toch? Nee, ja, ik denk dat we het gewoon zo laten, want Miami weten we wel. Want anders moet je op elk eiland daar een prikkertje doen. Maar zijn we op zoveel? We zijn toch maar op twee plaatsen. Sint Maarten, de Maagdeneilanden. Oh, drie. En de Bahamas. Drie, ja, oké. Okay, nee, maar we weten, Miami valt een beetje daaronder misschien dan toch? Of... Ja, het was één vakantie. Of we kunnen één globaal prikkertje doen. Maar het was in principe één vakantie, ja. Dus ja. Ja, en wat we nu dus kunnen doen... Nee, dat mag nog niet. Wat? We mogen Hawaii nog niet prikken, want nee. We zijn er nog niet geweest. Ja, of wat spreken we af? Gaan we prikken als we het boeken? Of gaan we... Dat is ook wel leuk. Nee, want wie weet storten we wel neer. Oh, schatje, nee. Schatje, grapje. Als we niet weten waar we heen moeten, dan moeten we gewoon even zo hierop kijken. Ja, waar zijn we nog en dan niet kijken geweest? Waar missen we nog prikkertjes. Dat is echt een goeie. En dan... Ik weet een leuke. Nee, je gaat niet prikken, hoor. Nee, ik ga staan. Ik ga hem laten vallen. Nee. En dan daar moeten we... Oké, maar dan zou ik hem niet te hoog laten vallen, want dan stuit het hij eraf, denk ik. Daar moeten we de volgende keer heen. Ah, nee, dat vind ik spannend. Oké. Okay. Bangkok. Thailand. Thailand, Bangkok. Kon je hem niet iets lager laten vallen? Op Bali. Ja. Je kan het combineren, in principe. Bangkok. Zullen we ons hier echt aan houden, even serieus? Kan. Ik ben niet enthousiast. Oké, poging 2. Laten we nog even. Ja, ik wil gewoon heel graag naar oma. Ik doe hem hier. Dit is? Dit is. Ja. Oké, naar het eerste land. Jakarta. Jakarta. Ja, daar ben ik al geweest. Jakarta dan? Daar ben ik al geweest. Oké, dan mag je straks kiezen.
Ja, maar ik ben ook in Bangkok al geweest, dus... Dit is... Het dichtstbijzijnde. Brazilië. Sowieso Brazilië. Oké, okay. Nou, hey, ik zou zeggen, we gaan dit jaar of dus naar Jakarta, daar, Bali, of naar Brazilië, of naar Bangkok. Ja, ik wil gewoon naar Bali. Wauw. Dit is echt de meest grote geldverspilling ever. Wilde je dit gisteren dan aandoen als je de taart ging snijden? Ja, waarschijnlijk wel. Ik vind het wel leuk. What the fuck is dit? Wat? Ja, en we hebben hier dus nog een derde. Maar Gio is zo slank. De pens is helemaal verdwenen. Ik heb geen pens meer. Zie je? Kijk jongens, zo plat als iets. Ik hou mijn buik nu niet in, hè. Dus maar... Nee, dat is wel te zien. Ja, ik weet ook niet wat dit is. Maar het was leuk toen ik het zag liggen in de EMA. Ik vind dit wel echt je knapste knuffel. Ik zeg je heel eerlijk. Dit wordt vervangen van mijn knuffelkussen. Deze moet eigenlijk dadelijk al gelijk in bed. En hij is wel knap. Hij is heel knap. Ja? Wie zou dat toch zijn? Ja, ik weet het niet. Ken je hem? Nee, ik heb geen idee. Wij hebben de kaart even hier neergezet. We moeten nog even een leuke plek ervoor vinden. Maar het is wel echt... Oh, stel je voor, hè. Of deze kamer misschien over 5 jaar terugkijken. Waar dan al die pinnetjes staan. Dat is wel echt gaaf. Ik ben benieuwd of meerdere van jullie dit ook thuis hebben. Denk het vast wel. Laat het dan even achter of stuur me een foto. Deel het met me. Misschien als je iemand kent die het heeft. En ik ben wel benieuwd hoeveel vlaggetjes en dingen jullie dan al hebben op zo'n kaart. Ik wilde trouwens mijn Ferrari af gaan spuiten. Maar toen ging ik checken. Ik mag er gewoon echt niet meer in rijden. Ik heb hem nog steeds niet APK laten keuren. Hij is gekeurd tot 31 december 2023. En dan mag je er daarna nog 2 maanden in rijden. En dat is dus nu verlopen. Want dat had 31 februari bestaat niet. Maar 28 februari had dat geweest. Dus we gaan maar eens even een afspraak inplannen. Want anders gaat dat echt eindeloos lang duren. Ik kan trouwens hier op deze website precies zien dat mijn auto nu 1094 dagen precies van mij is. En hij is 10 jaar en 2 maanden oud. Dat zou je echt niet zeggen als je hem hier ziet staan, hè? Dat deze auto 10 jaar oud is. Dat zou ik echt niet zeggen. Het is echt gewoon een tijdloos model. Dat is wel echt mooi aan deze Ferrari. Tijd om deze streep... Ja, best wel gaaf, hè, die streep op de achterkant. Tijd om daarin te gaan. Zo, het is donker. Ja, jongens en meiden. Het is eventjes de volgende dag dat ik dit stukje hier opneem. Want jullie gaan straks een stuk zien van een prank, blijkbaar. Dit is een prank van Jelle, Bo en Lin op mij. En je gaat straks dus zien wat er allemaal gebeurd is. Ik wist dus echt helemaal van niks. En je gaat mij dus straks best wel zien in een panikerende staat, denk ik. Gewoon, ik was echt zwaar in paniek en adrenaline. Dus ik ga ook eerlijk zeggen, ik maakte in dit stukje misschien niet de juiste keuzes. Ik overtrad wat regels. Maar dat komt omdat ik dus eigenlijk echt uit... uit paniek reageerde en handelde en handelde. De camera valt eigenlijk midden in het moment aan. Omdat Lin hem heeft aangezet en hem op mijn schoot gelegd. Lin wist er natuurlijk vanaf dat dit ging gebeuren. Dus vandaar dat zij hem aan had gezet. En ja, je valt eigenlijk precies midden in de actie. Dus ik zou zeggen, sorry alvast voor de dingen die ik doe in dit fragment. Je gaat het straks zelf zien. Maar ik denk dat je daarna wel begrijpt waarom ik dat deed. Ah, er loopt iemand in de tuin te lachen net af. Politie. Ja. Er is net, denk ik, ingebroken bij ons. Nou ja, er loopt iemand in de tuin. Er loopt iemand in de tuin. Het alarm gaat af. We zijn nu onderweg naar huis. En we zijn nu onderweg naar huis. Nee, niet appen. Ja, wel, nee, Gio, niet appen. Niet appen. Gio, niet appen. Sidra is er. Okay. Ja, alles gaat goed. Ja, zeker. 2... LB? Ja. Timpen aan de lek. Sidra is er. Wat zeg je, Sidra is er? Oké, dankjewel. Ja, Sidra is thuis, dus ik heb Sidra gewoon eerst. Hoe zo stress is. Hij loopt binnen, Lin. Hij loopt letterlijk fucking binnen. Ja. Dan ben je toch wel te laat. Ja, moet ik het uitzetten of wat? Is het een fatu of zo? Nee. Maar schat, nee. Rustig, niet gek doen. Sidra is er.
Oh, Sidra zegt ik loop nu naar beneden. Nee, schat. Lin, mag je een foto of niet? Nee. Hij loopt letterlijk in huis. Hij is bij de katten, Lin. Ja, maar Sidra is nu. Sidra komt nu. Zoals je fokt met me? Ik fok niet. De persoon die je belt. Waar gaat het lang dan? Schat, rustig. Waarom ben je niet... Wat... Schat, omdat het echt wel goed komt. Hoezo komt het goed? Er loopt iemand in huis. Ja, rustig. Wat doe je nu? Wat doe je nu? Uit. Het alarm moet uit, zegt Sidra, want die gaat nu af. Dus ik zou even het alarm uitzetten. Nu. Zet het alarm nu uit. Pak het alarm weg. Nee. Stop. Nee, zet het alarm uit. Er loopt een fucking gas in. Ja, oké, het is een prank. Fucking hell. What the fuck? Wie is dit? Ja, zet het alarm uit nu snel. Wie de fuck is dit? Wie is dit? Ja, weet ik niet. Holy shit. Wie is dit? Wat voor fucking prank is dit? Jelle. What the fuck? Dit kan echt niet, ouwe. Jelle, app, doe uit. Doe het alarm uit. What the fuck? Holy shit. Kanonnen. En het mooie is nog, je weet er nou te vroeg dat het een grap is. Ik dacht, hoe kan jij niet in paniek zijn? Wow, jij bent echt... Waarom maak je deze foto met mij? En ik belde echt de politie. Waarom? Ja. En nu? Ik ben echt lijp in de stress, ouwe. Oké, kan jij even hem vasthouden? Holy shit, jongens. Oké, ik wilde echt een parallel wegnemen om iedereen in te halen om zo snel mogelijk thuis te zijn, naar de katten te gaan. Want ik dacht, dadelijk doet iemand iets de katten wat aan. Hey, jullie zijn echt niet echt... Wow, wie de fuck heeft deze grap verzonnen? Ik had deze echt niet verwacht. Ik zweer, ik zat echt in een zieke adrenaline. Ik ben al de hele avond... Wist je nog eergisteren? Was je daarom? Ik was de hele tijd FIFA net aan het spelen. Wist je nog eergisteren, toen ik op mijn telefoon zat te lachen naar mijn scherm, dat jij zei van, met wie app je? Waarom lach je zo? Ja. Toen waren we het al aan het voorbereiden. Fucking, ik ga deze Jelle echt op zijn fucking bek slaan, ouwe. Echt. Jongens, sorry voor mijn overdreven reactie, maar... Ik begreep al niet waarom jij... Ik zat echt te schreeuwen tegen Lin. Dat geef ik ook toe, maar ik begreep al niet waarom jij zo rustig daarom bleef. Terwijl ik letterlijk op de beveiligingscamera een guy met capuchon in huis zie lopen. Ja. En dan is het logisch toch? Dat snap ik. Dat begrijp ik dan niet waarom jij fucking rustig blijft. Moet ik hem zo zetten? Ja, is goed. En ik zei net ook al tegen Gio, eigenlijk weet je het nu te vroeg. Maar ik moest het echt zeggen, want anders ging de hele buurt appen. Ja, ik had de hooi gestuurd. Ja, dus... Maar eigenlijk was het de bedoeling dat je binnen zou komen en dat er een hele chaos is en de deuren openstaan. Dus ik weet niet in hoeverre Jelle nog de tijd heeft gehad om er een chaos van te maken. De Ferrari-deuren zouden openstaan. Ja, waar ben je, man? Grap. Jij bent echt de grootste f***. Gast, laat me even mijn auto op mijn terrein zetten. Wacht, ik bel heel veel mijn pa terug. Oh, is het echt zo ver? Ja. Hey. Wat? Hallo? Ja, hoor je me? Heb je al gezegd dat er niks aan de hand was? Ja, heb ik gezegd. Oké. Okay. Ja. Ja. En dan gaan we het afmelden nu. Ze moeten echt afgemeld worden. Ja, is goed. Maar, zou je al wat zeggen wat er aan de hand is? Ja, het was een prank blijkbaar van Jelle, Bo en Lin. Oh. Oké. Er is niks aan de hand. Nee, gelukkig. Nee, prima. Yo. Oké. Okay. Maar ik heb mezelf gefilmd. Ik voel me echt toon te slecht. Ik zat hier te shaken, omdat het duurde zo lang. Jij had een goed imago in de vlog, hè? Jij had een goed imago in de vlog, bro. Nu is je imago naar de klote houden. Het spijt me echt.
Maar ik dacht... Hoor Prins... jij ook niet mijn stem aan de telefoon toe, Linde? Nee, ik hoorde helemaal wat niks. Wat gebeurde dit bij jou? Gast, ik zat in de auto en het alarm gaat af via de auto. En ik zie Ajax, dus dat is het alarmcentrale ding, weet je wel. Dus ik denk, hè? Dus ik kijk op mijn ding snel. Ja, ik zat op mijn telefoon achter het stuur, geef ik toe. En ik zie voordeur open. Dus ik denk, what the fuck, we zijn net weggegaan, dat kan toch niet? En toen keek je gelijk op de camera, dat doe ik uit automatisme. En toen zag ik een guy met een capuchon in de fucking tuin lopen. En daarna binnen. Ja bro, dat is toch logisch dat ik een alarmknop indruk? Ja, weet ik, gauw, maar ik heb tegen Lin gezegd. En Lin zo, oh nee, dat doe maar goed. Weet je, als iemand met een fucking capuchon in de tuin loopt. Nee, luister, jij zei bel politie, dus ik ging politie bellen, want we hadden afgesproken dat ik dan Bo bel. Dus Bo stond in mijn contact als 112 en Bo zou de alarmcentrale naspelen. Dus ik denk, er is niks aan de hand, want ik bel de politie, maar dat was Bo. Maar bro, toen... Bo staat nu in jouw contact als 112. 112, ja. Toen Enzo... De politie is dus helemaal niet gebeld. Nee. Natuurlijk niet. Nee. Toen Enzo bij jou... Oh. Nee, maar wist je nog toen Enzo die foto uithaalde dat hij zijn Lamborghini gejat was? Ja. Toen zei ik tegen jou, gast, politie bellen, wacht, even eerst, laten we eerst kijken. Toen gelijk wist je... Ja, maar dat was te opvallend en dat was YouTuber op YouTuber. Nu gaan we gewoon letterlijk... We zouden naar Loetje gaan en ineens zie ik een guy met een capuchon in mijn fucking huis lopen, pik. Wat dacht je? Dat ik... Dit is jouw bed, kom even. We zijn weer een beetje tot rust. Ze hebben het uitgelegd. Ze hebben het verhaal verteld, hoe het gegaan is. Jullie voelen je schuldig, hè? Ja. Omdat het niet tot zover had moeten komen dat jij echt in paniek raakte. Maar zeg maar, het was ook gewoon... Maar het was gewoon echt een compleet menselijke reactie, toch? Iedereen zou in paniek raken. Ik zeg je heel eerlijk, ik heb mijn auto omgekeerd op de busbaan. Ik wilde via de parallelweg naar huis knallen, omdat ik zo snel mogelijk thuis wilde zijn. En toen zei Lin, stop. Maar dat had, in een normale situatie, zou iedereen dat doen, toch? Natuurlijk. Als er ingebroken wordt in je huis, dan heb je scheid aan alles, toch? Dan ga je niet even rustig 80 achter iemand aanrijden. Oh ja, er wordt ingebroken, laat maar zitten. Ik liet gewoon het alarm afgaan. Toen ging die uit, toen ben ik gewoon omgelopen en naar binnen gelopen. En toen ben ik hier gaan wachten. Kijk, ik kan nu wel echt gelijk testen, want dit zou dus gewoon precies zijn hoe ik zou reageren. Oké, dus iedereen hier heeft spijt van de grap die ze uitgehaald hebben. Maar... Voelt echt alsof ik zo naar bureau Halt of zo moet, man. Je hebt echt spijt, hè? Ja. Ja, dat het nooit de intentie was om jouw zoon zekere paniek te geven. Het was gewoon... Ik volg een kleine foto. Ja. Jij dacht dat ik niet ging geloven. Ja, Jelle zei zelfs nog tegen mij, zorg wel dat Gio terugrijdt, want dadelijk rijdt hij gewoon door. Jullie zijn er echt helemaal stil van, hè? Ik voel me nou net een klein kind die iets heeft gedaan dat die mocht. Die straf krijgt van ouders. En nu dan zo zit. Sorry. Ik bericht haar ook. Zij zegt, hij weet het. Ik zeg, is hij boos? Pas even, is hij boos of vindt hij het grappig? Ja, het eerste. En toen reageerde ze niet en toen raakte ik nog verder in paniek. Ik dacht, kut, sorry. Hij was gewoon bang dat je helemaal lijp zou worden. Nee, ja, nee, niet lijp op jou. Ik ben blij dat jij het was, uiteindelijk. Duh, tuurlijk. Gio zei ook, wie zit hier achter? Wie zit hier achter? Ik zei, ja, wie anders. Ja, wie anders, ja. Beetje gekke twist van de avond. Waar stond jouw auto dan? Hiernaast. Gewoon verderop. Ja, zag mij wegrijden. Ik zag je wegrijden. Ja. Ik stond echt dichtbij. Heb je een tas? Nou, daar gaan we weer. Waar gaan we eten? Loetje? Waar gaan we eten? Maar heb je dan gereserveerd dan? Nee, ik heb helemaal niet gereserveerd. Ik was niet zo plan met eten te gaan. Nou, nu gaan we. Het is einde maand bij ons. We kunnen ook een frietje halen. We kunnen ook gewoon een goedkoop frietje halen. Dat vind ik ook goed. Het is zaterdagavond. We zijn er, we zijn met z'n vieren, dit is lekker. Hey! Met z'n vieren ben ik, hey Bo! Hey! Hallo. We gaan hier dus eten, jongens, bij de ballentent. Kijk. Vind je het leuk om een weekje te horen? Een weekje? De ballentent? Ja, vertel. Oké, vroeger was dit een douane... Oké, we gaan door. Okay. Nee, ik wil het best vertellen. Oké, vroeger was dit een douanekantoor. Ja? Uiteindelijk is dat opgekocht, is een restaurant van gemaakt. Dat heette helemaal niet de ballentent, maar omdat iedereen die altijd kwam voor de lekkerste ballen uit Rotterdam, is de ballentent genoemd.
Echt waar, joh? Ze eten hier een balletje met een frietje voor 6, 7 euro. Serieus? Perfect. Ja, oh, nou ja, dat is wel goeie, man. En de... ja, voor jou eerste keer dus. Ik dacht, Jelle weet deze informatie gewoon helemaal super netjes, toch? Je had je helemaal ingelezen hiervoor, maar... Ik ben niet te vaak geweest, maar... Je krijgt gewoon een placemat en daar staat hier dus blijkbaar alles op. Daar staat gewoon het hele verhaal wat jij net verteld hebt. Ja, maar lekker. Dat is toch een leuk beetje. Je moet het ergens vandaan halen. Ja. Daar zijn ze dan, de ballen. De ballen. Dus dit is... Oh, Salt Bae. Ja, maar ik kom in mijn shirt. Dus ja. De meiden gaan voor brood en bitterballen. Die hebben al genoeg ballen namelijk, dus... Oh. Lekker. Al genoeg wat? Ballen. Ballen. Deze schoon het haakje. Heb je ze schoon aan het haakje, ja? Ja, altijd. Die van mij zijn niet altijd schoon, hè? Nee? Nee. We komen thuis en ik ruik zoei. Weet je wat zoei is? Nee. Ja, stront inderdaad. Wat is dat? Iets flakkees? Van bemesting. Ja, Lin noemt dat zoei. Zoei? Wij noemen het gewoon koeischijt. Zo noemden wij het. Het heet zoei. Ja, zoei. Ja, ik had nog nooit van dat woord gehoord. Kijk, het alarm doet het goed. Hoppa. Uit. Ik lig even lekker op de bank. Wat zeg je nou? Zie je niet welke kat het is? Zonder. Ja, ik wou net zeggen. Het is een minikat. Oh, maar hij is wel gegroeid. Wie dacht je dan dat het was? Nou, ik was even in de war. Oh. Nou, vooral omdat je donder, de laatste keer dat ik hier was, toen kon je donder nog niet zo knuffelen. Nee, nu is het een lekkere knuffelpoes, hè? Maar hij is er altijd, want vroeger waren Poekie dat, Sniff, Snies, nooit meer. Daar. Oh, ik lig ook bij de knuffelpoes. Hallo, knuffelpoes. Geen knuffelpoes. Jij bent een knuffelpoes. Ben ik? Ja, die is wel mooi, hè? Hé! Hey. Ik ga deze verboden verjaardag kopen. Dan ga ik met Jelle's hoofd. Ik wou het zeggen. Nee, niet met mijn hoofd. Dat zou een beetje raar zijn. Nee, ik ga deze met Jelle's hoofd kopen. Ja, dat is wel mooi. Nee, je moet wel iets origineels bedenken. De volgende keer... Ja, vind je deze niet mooi? Jawel, de vorige keer was hij mijn verjaardag iets vergeten. Anders. Dus. Was ik je verjaardag vergeten vorige keer? Nee, je hebt één keer een cadeautje boven gekocht. Dat was een pyjama van de kruidvat dus. Ja, dat is de lelijkste pyjama ooit. Oh, ja, dat klopt. Het is zaterdagavond en we zitten gewoon dus weer aan de thee. Lin, deze mok is speciaal voor jou. Die mag jij. Het leven is een frikandel. Je moet het zelf speciaal maken. En je knuffel. Ja, jullie mogen zelf kiezen welke jullie willen. Ja. Waar ga je voor? Een lekkere Rotterdamse mok. Het gaat om de inhoud. Het gaat om de inhoud. Ja, dat is een goeie. Dat lach je ook in. Ja, dat is stomme grap. Ja, fijn dat je het zelf vindt, toch? Oh, kijk dommetje hier. Nou, dankjewel, Gio. Alsjeblieft. Jongens en meiden, ik lig in bed en ik ben super moe. Dus ik ga lekker slapen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Morgen om 5:30 komt er weer een nieuwe vlog online natuurlijk. En we gaan... Overmorgen komt de eerste vlog van Hawaii al online. Ja, dat is het gewoon. Dus jongens, dat was fantastisch. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Tot morgen om 5:30 dus bij weer een nieuwe vlog. En, dus ik zeg nu... Ja,